Holy shit, wat een goed doelpunt is dit dan. Oh! Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Mijn naam is Thomas, oftewel TotoNL. En vandaag ben ik hier met een nieuwe FIFA video. En wij gaan spelen tegen deze man. En ik ben iets heel dom vergeten. Conditiekaartjes, zoals ik ze altijd vergeet. Dus waarschijnlijk hebben ze een niet zo hoge conditie. Dat is zeer dom van mij. Sterker nog, dat is best wel heel erg dom. Maar ach, hè. Voor deze keer kan het wel. Bad boy Brody. De wedstrijd van vandaag wordt van commentaar voorzien door Jury Mulder. En natuurlijk even ten Apel. Dank je even. Dank je Jury. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Zo, en dan kunnen we daar aan komt de kans op een voorsprong. Wat een prachtige redding van heel erg slecht bij een inzet van dicht bij ons. Doe ik? Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. God, daar hebben we ook weer een Bernardo Silva. Wegwerk, jongen. Ilkay Gundogan. Lacazette. Vandaag op FIFA alleen maar geluk. Nicolas Otamendi. Bernardo. Dat moet een doelpunt zijn voor Alexis Sanchez. Nee hoor, die kopbal gaat er niet in. Prima koppen, redding. Eigenlijk moet ik hem gewoon aannemen dan schieten met Sanchez. Want hij is te klein. Komt niet verder. Hij heeft geen kracht. Hij heeft wel kracht voor het koppen, maar niet goed genoeg. We zijn net begonnen en daar hebben we al de eerste overtreding. Hector Bellerin. Nee, komt hier net doorheen. Met de bal in een positie die gevaar kan opleveren. Kieran Trippier. Dat is heel erg lekker speelt. Nee. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Ik wou eigenlijk voorlangs kruisen, want dan kunnen ze niet meer. De scheidsrechter geeft dan een kunnen ze wel inhalen, maar dan kunnen ze niet meer vanaf de zijkant heel Henrik Mkhitaryan. De bal van je afpakken dan maar. Stones. Dat gebeurt me namelijk te vaak. Giorgino Wijnaldum. Ik te kruis, maar ik krijg ook heel vaak dat dit ze krijgen een inworp. Gundogan. Gundogan aangetrokken, ja. Trouwens een Jorginho. Bernardo. Jorginho nooit zo heel erg. De bal komt voor het doel. Ah. Schitterend. Oh, de! Zo zie je ze zelf, hoor. Ja, alles klopt. Perfecte timing en uitvoering. Oh, de! Holy shit, wat een goed doelpunt is dit dan. De klassieke. Oh! Acrobatiek. Ja, dit is puur genieten. Wat raakt die speler hem heerlijk, zeg. Een geweldige omhaal, mensen. Nabij Keita. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Holy shit, ouwe, dat was er wordt met één gejaagd om de bal te veroveren. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Bernardo Silva. Prima okay. Onderschepping daar. Het is niet moeilijk tegen hem, maar het is ook niet makkelijk. En ik denk dat hij echt nog wel kan gaan verrassen deze wedstrijd. De hoekschop wordt kort genomen. Stones. Echt niet dat hij echt heel erg makkelijk kon maken. Dat zou de gelijkmaker moeten zijn. Nog, ik wil zeker bijna. Hier had meer in gezeten, maar de verdediging staat er ook niet voor niets. Ik zou vertellen. Giorgino Wijnaldum. Keita, de doelman in actie. Ja, mooie duik en prima redding ook. Kieran Trippier, Bernardo Silva. Hij omspeelt de bandekking. Nee, ik schoot. Brengt de bal terug in de ploeg. Schiet ook. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Henrik Mkhitaryan. Hé, hey, ja, panel, lekker. De bal gaat op de stip. Lekker, lekker, lekker. Ik mis hem, 100% dat ik hem ga missen. Er zit altijd het richtertje, anders kan ik het echt niet doen. Oh, lekker! Toch score ik hem gewoon, heerlijk! Mijn kaartkoek.
Oh, dit was wel een lekker gevoel. Het is gewoon 2-0 nu al voor. Dan speel ik echt een stukje. Ja, ik heb het ook nog wel eens verspeeld, om het maar even netjes te zeggen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Nee. Lukaku, Ilkay, Gündoğan. Gündoğan paast, maar die bal wordt onderschept. Lucas, de actie binnendoor op zoek naar het schot. Bernardo Silva. Ik heb wel een beetje geluk, mensen. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Oh, kut, ik dacht Wilfried echt dat het zou worden, ouwe. Sanchez. Gündoğan. Er ligt heel penalty. Veel ruimte. Ja, het was wel een penalty. Kutzooi. De verdediging stapt op het goede moment en zet de aanvallers buiten spel. Goed gezien van de arbitrage trouwens. Maar ik vond Jorginho wat minder spelen. Maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een dus kaart. Heb ik Gündoğan aangetrokken. Nou, ik vind moet dat spelen hij toch gaan oppassen. Hij speelt lekkerder. Dat zou wel eens tot de kans kunnen leiden. Verdediging van haar. Het past iets meer van in de plaats. Van dichtbij de aansluitingstreffer. En dat wil een ik meer hebben. En ik heb al zoveel ballen met Gündoğan gehad. Waarvan ik Jorginho, die heeft ze ook gehad. En die deed er, Bernardo Silva. Dat lukt niet met hem als je als dan dat deed. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen Gündoğan ze toeslaan op de counter. Laat zich verleiden ik heb tot nog niet echt een nadeel ervan afgevonden, zeg maar. Dus tot nu toe vind ik het uitstekend prima over de breedte geplaatst. Bernardo, geef hem voor. Dit moet nee. Een goal worden. Waarom schiet hij niet? Ja, dan moet ik eerst aan. Want als ik hem in één keer schiet, dan weet ik niet of het hier... De tackle wordt niet bestraft, doorspelen dus. Marcus Rashford. En hij geeft de bal voor. Nou, het publiek vond het wel een strafschop waard, zo te horen. Dat paasje biedt mogelijkheden. Bernardo, die is er doorheen. Lekker hoor, die zuivere steekpas. Oh nee! Er ligt doet een speler die op de grond. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt. Dikke knophoofd. En in een interessante positie ten opzichte van het doel zou kunnen leiden tot gevaar. Hij werkt de bal weg en het gevaar is voorbij nu. Gündoğan, Romelu Lukaku. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en Lacazette kan hem erin leggen. Gündoğan. Oh nee, wat met doe ik? Met zo'n bal verras je deze keeper niet. Ik schoot hem echt veel en veel. Die wordt in de diepte. Ik dacht dat namelijk dat hij hem op Lukaku zou geven en echt van ziek dichtbij. Kon inschieten. Davis. Dus ik denk, weet je, dan doe ik hem niet zo hard. Vlak ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Kom daar de aansluitingstreffer. Denk je zou denken van wel. Het beste idee wat ik redding kon van de keeper die een inzet alleen, van dicht bij ik ons schadelijk maakt. Dus ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. De keeper weet een vuist achter die corner. Ik vind Beta. Echt. Ja, natuurlijk. Vol op de pantoffel. Wow! Ik vind echt De Gea. Ik vind hem echt chill. En dat komt waarschijnlijk omdat hij zo'n hoge rating is. Hij houdt zoveel ballen tegen. Ik ben echt blij dat ik hem met het geld wat ik toen had, dat ik hem toen gekocht heb. Want ik ben er echt blij mee. Gewoon een bal uit de kruising houdt hij tegen. En een balletje in het midden van de goal, zeg maar. Stel, mijn keeper staat in het midden, zeg maar. Tussen het midden en de rechter onderhoek in, zeg maar. Schieten ze dan. En dat... mijn vorige keeper is nog allemaal niet eens. En hij haalt gewoon bal uit de kruising. Ja. En andere keepers hielden die bal tussen de onderhoek en het midden niet eens. Dus ja, ik vind hem echt een stuk chiller. Mensen, hij is echt aan te halen als je... Wat een waanzinnig schat. En dat gaat er met geluk in. Pas een paar minuten in het veld en dan scoren. Ja, daar droom je als invaller van. Nee, gauw wissel hoor van de trainer. Hier krijgt die speler de bal tegen zich aan. Soms zit het even finaal tegen als je verdediger bent. Ja, het zit inderdaad finaal tegen. Lukaku. Een lange bal om het spel open te breken.
handen ingegrepen hoor. Dat had hij heel goed gezien. Mkhitaryan. Lacazette. Wat een mooi steekpaas. Lekker doelen, come on! Is dit een beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het al haast denken. Makkie, gast. Hoe ik hier doorheen speelde was wel echt even te makkelijk, mensen. Weet ik al zelfs Pieter nog. Pieter de Haas. Net op hij tijd had geen FIFA, maar dit had hij ook gekund. Er is een ingooi. Davis. Amateuristisch gespeeld. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. Met die hoge bal was ik hem ook echt kwijt geweest, denk ik. Daar hoefde hij niet veel te doen. Slordig gespeeld. Spelen van hem, man. Wat doe ik? Ik denk Bernardo Silva pakt die bal wel. Dus dan geef ik hem gelijk diep op die andere hand. Die loopt dan natuurlijk komt altijd diep. Dichter in de buurt van het doel. De bal wordt in de 16 gebracht. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Wissam Ben Yedder. Ja, ook die bal komt keurig bij hem mee. Wat doet die jongen? Ongelooflijk knophoofd. Andrew Robertson. Zelfs Job kan nog beter voetballen. Rashford. Dan dat andere knophoofd. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. Esso naar jou, Job. Je was in de schoolvlog met rare dingen als je bezig bij Engels. Gundogan. Allemaal te zien in de schoolvlog. Alle ruimte voor Sanchez op de vleugel. De bal wordt teruggeleefd. Hoe dan? Door de keeper. Ja, knap gedaan. Het was een hele behoorlijke kans van die afstand. Sommige zieke kopballen scoort hij wel, maar zo'n easy, bijna open goalkans mist hij finaal. En dit soort dingen maken mij pist in FIFA. Echt waar. Is toch ongelooflijk, mensen. Ongelooflijk. Kijken wat ze met die corner kunnen. Lekker de game. De bal wordt in de 16 gepopt. Schiet! De Gea! Maar hij kan dat niet mooi. Dat, weet hij dat nou onder andere nog niet? Dat alleen Toto NL het goed kan. Met omhaaltjes scoren. Alexis Sanchez. Mkhitaryan. Over de tegenstander. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Daar wou ik hem helemaal niet heen. Ik wou hem naar Lacazette. Die bal is 10 keer beter voor. Aan de zijkant, ja, daar ligt de ruimte. Wilfried Zaha. Dat is een kansrijke paas. De angel is uit die aanval gehaald dankzij die tackle. Over de lijn inworp. Dat woordje bad doet me echt denken aan Bad Boy Brody van Extra Beach Double Dutch, seizoen 4. Ja, nog een panel. Opnieuw een strafschop. Dit is zo dom om te doen. Je moet nooit op X drukken bij je eigen, ja, nou bij je eigen strafgebied. Het kan wel, maar niet erin. Doe dat niet, mensen. Want dan krijg je dit soort FIFA-fouten. En het verneukt echt je wedstrijd, want hier kan ik gewoon 1-4 maken nu. Wat zeg ik? Dat zeg ik! Ik maak 1-4! Oh mijn fucking god, ouwe, hoe dan? Ik score nooit. Dat is mooi, dat is ook wel overdreven. Ik score zo weinig penalties in FIFA 19. In FIFA 18 scoorde ik ze altijd makkelijk. Maar in FIFA 19 is het hem gewoon niet. In FIFA 19 lukt het me niet. En het lukt me nu gelijk in één video twee keer achter elkaar. En dit is wel een beetje gelukt, maar... Dat geluk moeten we benutten. Die bal is voor de keeper. Nee, doen we niet. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen hoor. Wissam Ben Yedder. Dit moet een goal worden. Kijk hoe ik mijn keeper bewoog al. Schitterend gekiept.
Dan gaan we terug naar de corner. Ik probeer het maar. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Oh, wat doe ik nou weer hier dan? En hij is de bal kwijt. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Alexis Sanchez. Het gaat echt beter als verwacht, mensen. Lukaku. Davies. Voorzet komt daar bij de eerste paal. De keeper weet de bal weg te boksen. Wat doet Ben? Ben Davies, jongen. Wat doe je nou weer, man? Grace Nelson. Wilfried Zaha. Wissam Ben Yedder. Daar komt de voorzet bij de tweede paal. Een paar geweken, de bal is weg. De wedstrijd is bijna voorbij. Nog maar 5 minuten op de klok. Wissam Ben Yedder. Jesse Lingard. Nee! De Nee. Tjonge, daar moet je zijn handjes toeknijpen, zeg. Hij krijgt een waarschuwing voor deze tackle. Ik denk dat ik hem geel had gegeven. Ja, ik had hem geel gegeven. Moet je tegen een lelijke kut. Zo, dat zal even duren voordat hij weer aan het werk moet. Zo'n paas moet veel doen. Hey! Dit lijkt nergens op. Twee minuten extra tijd. Bernardo Silva. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Nou, mensen, even hier gewoon een Het eerste potje vandaag wat ik opneem, gelijk 4-1 al winnen. Prima. Nou, mensen, dan komt nu de outro. Dus jullie weten wat jullie moeten doen. Later.